yeah, openingsceremonie. Ons avontuur gaat nu echt beginnen. Woep woep. Zagrijnig Oleana staat ook weer klaar. En daar zijn de gymleaders. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan weer verder met onze Pokémon Water Only Challenge in Pokémon Sword. Je moet altijd denken of ik Sword of Shield speel. Anyways, dit is dus aflevering 2. We zijn net begonnen met deze challenge en ja hoor, we hebben een Sobble en een Chewtle in ons team. Sobble heet Reptile en Chewtle heet Chewbacca. Nou, verzin juist even een leuke nieuwe nickname voor een Pokémon die wij eventueel zouden kunnen gaan vangen voor in mijn team. En we staan hier gewoon voor de Wilderia. En misschien kunnen wij nu wel eventjes nieuwe Pokémon gaan vangen. Dat zou echt wel lekker zijn als we gewoon nu alvast ons team kunnen vullen. Want er zijn genoeg watertype Pokémon in deze game, jongen. Dit is nu de derde playthrough die ik doe. Hiervoor heb ik een Fire Only Challenge gedaan en daarvoor heb ik de game normaal uitgespeeld. Die kan je natuurlijk ook allemaal gaan kijken, die video's. Ik denk dat er nu ongeveer 40 video's zijn bij elkaar. Misschien wel 50. Wij gaan nu gewoon even op zoek in de Wilderia naar nieuwe watertype Pokémon. Ja, dit was echt een magisch moment hoor. Toen we voor het eerst naar de Wilderia mochten. Ik vond het zo cool. Dit voelt gewoon een beetje als Zelda Breath of the Wild, maar dan in Pokémon. Yo, water Pokémon, waar zijn jullie? Hoe sterk zal die Onix zijn? Gaat die Onix mij nakken? Laat me even XP pakken tegen deze Onix. Please Onix, wees niet te hoog level voor mij. Kom op Chewbacca. Oh nee, ik dacht dat ik die andere Pokémon nog... Ik had dacht dat ik Sobble... Oh, oké, okay, nee, laten we weggaan. Oh, een Dragon Breath. Arme Chewbacca. Dit gaat niet goed. Oké, okay, never mind. Laat ik in ieder geval Reptile even als eerste in mijn team zetten. Oké, okay, misschien moet ik gewoon even in het gras gaan kijken. Want ik wil niet weer zo'n wilde Pokémon tegenkomen. Level 26 Onix, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik zie hier allemaal Metapods en Combis. En ja, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel mee. Even kijken hoor, daar vliegt wat. Die mag ik ook niet vangen. Hier nog meer Combis. In de buurt van het water. Laat me in de buurt van het water. Zijn hier geen water Pokémon? Gun mij een nieuwe water Pokémon dan. Wat is dit? Wooper. Wooper en Timpel. Oh, nice. Die kan ik denk vangen. Oh, nice. Hier gaan we voor, jongens. Timpo mogen we natuurlijk gewoon vangen. En Wooper ook. Dus we kunnen gelijk ons team even uitbreiden als alles een beetje goed gaat. Let's go. Let's go catch this Timpo. Deze wil ik wel hebben. Ik vind waar Timpo in evolved, vind ik wel echt een hele toffe Pokémon. Weten jullie waarin Timpo evolved? Ik ga het niet zeggen voor jullie. Kent die Acid? Oeh. Weet je, dit gaat me allemaal een beetje te langzaam. Volgens mij is dit een hartstikke goede Timpo. Laat ik even een Great Ball gooien en dan hopen dat hij in die Great Ball blijft. 1, 2, 3. Mogen we een Timpo toevoegen? Ja, lekker hoor. Hoppakee. Ja, de Wilderia is goed voor ons. We kunnen hier gelijk allemaal waterpokémon gaan vangen. Dit vind ik echt super nice. Reptile gaat een leveltje omhoog. En dan moeten we alleen natuurlijk even een nickname verzinnen voor Timpel. Ja, het wordt een gigantische kikker. Het wordt wel echt een hele lelijke kikker. En als ik denk aan een lelijk persoon uit een film, dan denk ik eigenlijk aan Smeagol uit Lord of the Rings en de Hobbit. Laten we hem Smeagol noemen. Je bent wel van harte welkom in mijn team hoor, Timpel. Super top dat je erbij bent. En laten we ook gelijk even een Woopertje vangen dan. Want Wooper is ook gewoon een watertype Pokémon. Dus die mogen we ook gewoon even pakken. Die is ook gewoon level 12, jongen. Ja, die Pokémon hier in die Wilderia, die zijn best wel oké, hoor. Kijk hem dan met zijn Mudshot. Ik denk gewoon dat ik gelijk een Pokéball moet gooien. Want anders gaat dit gewoon niet goed komen. Let's go. Kom op, Wooper. Oké, okay, dit gaat sowieso misschien niet goed komen. Ik moet gewoon doorgaan, denk ik, met Pokéballs gooien. Hopelijk werkt het op... Oh my gosh, deze Wooper, jongen. Sinds wanneer doe jij zo lastig, Wooper? Let's go. Laten we hem dan nog maar iets meer damage gaan doen. Want kijk, nu gaat hij wel mij aanvallen. Ja, dit is wel naar, hoor. Potverdorie. Je gaat niet zomaar mijn Reptile slopen. Oh, en Rick vergeet ook weer gewoon om een Pokémon in zijn overlay te zetten natuurlijk. Daar is die Timpel. Oké. Okay. Nou, even terug naar Woopity Poopity, jongen. Want die maakt mijn leven wel even zuur met zijn level 12. Man. Oké, okay, zo langzamerhand kan ik er meer damage gaan doen. We hebben volgens mij wel twee redelijk goede Pokémon nu erbij als we deze ook weten te vangen. Die Timpel, die kreeg ik ook al zo lastig down. En deze Wooper, die maakt het me niet heel veel makkelijker eigenlijk. Oké, okay, daar komt hij weer hoor, met zijn modderschot. Doe eens even rustig aan met al dat modder. Oké, okay, zou ik hem nu kunnen vangen dan? Ik bedoel, ik heb nu best wel veel damage gedaan, toch? What? Wat is er met deze Wooper? Is dit de onvangbare grote Wooper der opperwoepers of zo? Holy moly, man. Doe eens even normaal, joh. Kom gewoon in mijn Pokéball. Hij geeft niet eens één tikje, man. Kom op, Wooper, nou ophouden. Nou is het klaar. Nu kom je... Nou. En ik weet geen eens waarom ik per se een Wooper in mijn team zou willen hebben, maar... Ik sloop hem.
Oh nee, ik druk per ongeluk door. Sloop ik hem ook nog? Nee, dit was helemaal niet de bedoeling. Nou ja, aan de andere kant moet je maar niet zo moeilijk doen, Wooper. Wooper, kom hier. Welk level is deze Wooper? Deze Wooper is dus level 9. Ik denk dat dat misschien wel uitmaakt welk level je tegenstander is. Want net was het level van mijn tegenstander dus hoger dan mijn eigen level. Volgens mij maakt dat het moeilijker om hem te vangen. Volgens mij heb ik dat wel eens eerder gehad. Dat het echt bijna onmogelijk was om die Pokémon te vangen. Die een hoger level is dan al mijn Pokémon. Dus laten we gewoon proberen om deze Wooper dan maar even te vangen. Kom maar hoor, Wooper. Doe maar een waterpistooltje. En hoppakee. Ga je deze wel vangen? 1, 2... Kijk, zo te zien gaat dit wel. Ja, kijk, dus daar ligt het gewoon volgens mij aan hoor. Hoppakee. Teamlid nummertje 4 al. Terwijl Reptile al level 12 is. Heerlijk. En Reptile wil waterpuls leren. Super nice. Dan gaat Bind weg, want die gebruik ik toch nooit. Je hebt in het tweede deel van Zelda van die soort van blopperachtige enemies. Daar heb je rode en de blauwe van. De rode heet Bit en de blauwe heet Bot. Nou, je kan al raden hoe ik deze ga noemen. Mag ik u presenteren? Bot. Onze Wooper. Hoppa, we gaan gewoon al met z'n vieren op stap, jongens. Hoe tof is dat? Wat komt er daar trouwens voor Pokémon normaal? Nee, die hoef ik niet te hebben. Oh, kijk hier, Pelpentoad. Ja, nee, die durf ik nog niet aan te pakken, jongen. Die gaat mij slopen, net als die Onix. Daar zit ik echt niet op te wachten. Oh, dat wil ik proberen. Kan dat? Ja, dat kan al. Nice. Oké. Wat is het? Wat is het? Oh, het is een Remoraid. Oké. Pak een Reptile. Ik heb vertrouwen in je. Remoraid gooit waterpistool. Helemaal top. Mag van mij. Ik ga je proberen te vangen, Remoraid. Komt u maar in mijn pokeballetje. En komt u maar in mijn teampie, Remoraid. Geen idee hoe lang je erin blijft. Maar voor nu, weet je, ik moet mijn team even volmaken. Ik wil gelijk 6 Pokémon in deze aflevering. Dus let's go. Chewbacca gaat naar leveltje 9. En we hebben hier Remoraid. En Remoraid evolueert natuurlijk in een inktvis. Dus ik heb al een leuke nickname. Het is dan wel een vrouwtje, maar weet je, boeien. Dit wordt Davy Jones. Jullie hebben vast Pirates of the Caribbean wel gezien. En dan weten jullie wie Davy Jones is. Zo, dit gaat trouwens wel echt super lekker, jongen. We vangen echt super veel nieuwe Pokémon. We hebben bijna al gewoon een full team. Nu. We hoeven er nog maar eentje. Gaan we nu weer een Remoraid vangen of is dit dan... Ja hoor. We hebben ook gelijk Magikarp. Go Reptile. Heerlijk dit jongens. Heerlijk. Ga jij even lekker een beetje splashen Magikarpie. Doe maar. Doe maar een beetje splashen. Ja hoor. Doe maar. Mag wel van mij. Weet je. Pokeball erop. En hoppakee. Als het goed is. Hebben we gewoon nu een full team. Wat? Lekker zeg dit. Wauw. Dit is een vrouwelijke Magikarp trouwens. En hebben jullie The Witcher gezien op Netflix? Kijk, Jennifer is in The Witcher in het begin eigenlijk ook een soort van nobody. Eigenlijk een soort van Magikarp. En aan het eind is Jennifer zo'n beetje de meest epische character uit Season 1. Dus deze Magikarp is Jennifer. Omdat een Magikarp een Gyarados wordt en een Gyarados is ook dik episch. Bam! We hebben gewoon nu al een full squad. Hoe sick is dit, jongens? Ik vind het echt te gek. We hebben nu gewoon al 6 Pokémon. Niet normaal. Ik ben heel benieuwd of we nog meer Pokémon gaan vinden hier in de Wild Area. Ja, ik kan nog niet op het water. Als ik op het water kon, had ik ook al wat toffe dingen kunnen doen. Maar ja, wat loopt hier allemaal? Dit zijn stuff. Hier, wil jij 100 bits? Kijk, ik krijg 3 Brick Pearls. Nice, die kan ik straks eens goed verkopen. Helemaal top. Nou, ik verwacht hier eigenlijk geen watertype Pokémon. Nee, we zien hier Pancham en Stuffles. Hoppakee, 50 watts nog even erbij. Daar zijn we dan in Motostoke City. Daar waar de parade plaats gaat vinden. Of nou ja, hoe je het ook wil noemen. Nee, de openingsceremonie, dat is het. De Pokémon openingsceremonie. Die gaat hier plaatsvinden natuurlijk. Daar gaan we ons niet heel erg op focussen. Wil je dat zien? Check dan mijn reguliere playthrough van Pokémon Sword. Die staat ook gewoon helemaal op YouTube. Kan ik hier trouwens al even een andere tas kopen of zo? Kijk, dit is beter. Heb je een blauwe tas? Alleen deze is wel echt heel lelijk. Weet je, ik koop gewoon nu even snel deze. Dus alles is beter dan wat ik had. Oh, ik koop ook even dit Poliwag shirt. Ja, dat past wel bij me. Als we toch een watertype challenge doen, dan hoort deze erbij. Eigenlijk moet ik even dit jasje kopen, want het jasje is ook blauw. Weet je, blauw van water. Dus helemaal top. En dan heb ik net niet genoeg geld voor dit lichtblauwe broekie. Kan ik nieuwe schoenen al kopen? Ja, maar die zijn ook lelijk. Oké, ik ben wel klaar hier voor nu. Oké, nice. Nice outfit. We zijn al iets meer een watertype trainer nu. Hé, hey, ik heb een Mystic Water van Leon gehad. Volgens mij moet ik die even aan Sobble geven, want volgens mij boost dat. Ja, inderdaad. Watertype moves. Dus dat is wel heel erg lekker. Laten we Sobble even wat sterker maken wat betreft zijn watertype aanvallen. Eigenlijk hebben we gewoon 6 Mystic Waters nodig. Maar oké, die hebben we helaas niet. Nou, we moeten ons even registreren bij deze balie. En ik vind mijn outfit wel nice hoor. Kijk mijn outfit. Dat Poliwag shirtje, dat staat me echt super goed. En ik heb een 8 heb ik op mijn vest staan. Dus ik ga ook het nummer 8 kiezen strakjes om het te registreren. Ah, oké. Ik dik deze outfit tot nu toe wel. Nice. Ja, laten we nummer 8 kiezen.
Laten we dit Jackie even in ere houden. Nou, de opening die zal pas morgen zijn. Dus we moeten eerst even een nachtje gaan slapen. En dan gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat hier in dit hotel. En dan ben ik wel heel erg benieuwd naar mijn team hoor. Ik heb nog nooit gespeeld met Timpon. Nog nooit gespeeld met Wooper. En nog nooit gespeeld met Remoraid. Dus dat gaat best wel een verrassing worden, denk ik. Oké, Sonja is uitgepraat. Laten we gaan proberen in te checken. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Want Team Yael die staat hier weer in de weg. Let's go, let's battle. Ik heb jullie met vuur verslagen. We gaan nu zien of ik jullie ook kan verslagen. Met water. Rawr, Team Yael Grunt gooit Zigzagoon. Go Reptile. Ik vind hem nog steeds echt een super toffe nickname. Reptile voor Sobble. Doe waterpuls voor het eerst in je leven. Kijk, dit ziet er al hartstikke goed uit. Wij kunnen die tackle ook wel weer staan. Ja, oké. Okay. Level 9 Zigzagoontje. Heeft helemaal niks natuurlijk op Sobble. Hoppakee. And down you go. Smeagoltje, ga naar level 11. Nice. Ja, en dan heeft deze gast al verloren, hè? Maar ja, dan komt er nog een chickie. Wil jij ook een koekje van je eigen deeg? Waar slaat die uitdrukking eigenlijk op? Een koekje van je eigen deeg. En dan zeg je iemand iets betaald. Ik zou het helemaal niet erg vinden om een koekje van mijn eigen deeg te krijgen. Dat is toch lekker? Gewoon een koekje. Maakt niet uit of het van mijn eigen deeg is of het van het deeg van een ander. Maakt wel helemaal niet uit. In ieder geval... Ik waterpuls deze Nickit ook even. Ja, dit gaat allemaal wel goed met Reptaaltje. Reptile die heeft het wel naar zijn zin zo hoor. Zolang die wateraanvallig kan doen, gaat het goed. Met die normal type attacks gaat het allemaal niet zo lekker. Maar het gaat hartstikke prima. En hij gaat zelfs al naar level 13. En die special attack die gaat keihard. Lekker hoor. Nou, Hoppie die wil ook nog even meedoen. Dus we gaan ook nog even een duo battletje doen hoor. Want we moeten even afrekenen met al deze vier Team Yael gasties. Kom dan. Ik maak jullie ook kapot met water, jongen. Dat geeft helemaal niks. En als ik het hierna met poison moet doen, of met electric, of met gras, dan ga ik jullie ook kapot maken. Pas op, Wooloo. Oh, Wooloo gaat verdedigen. Oké, okay, Hop gaat voor de verdedigende tactiek. Oké, okay, jongen, dan ga ik wel aanvallen. Incasseer jij even de klappen dan ook allemaal? Ik kan beter gewoon aanvallen hoor, Hoppie. Kijk, die Nickit die gaat ondertussen helemaal los op die Wooloo. Laat ik die Nickit dan maar even kapot maken. Zo, hoppa. Als jij even Zigzagoon wil aanvallen, Hoppie. Heel goed, Wooloo. Doe maar een tackle. Zoals je ook tackle deed op dat hekje. Toen je naar de Slumbering Wild wilde. Oké, Zigzagoon. Ik ben er klaar mee, jongen. Hoppa! En daar ging ook de vierde member van Team Yael. Dus even kijken of iemand nog een leveltje omhoog gaat. Kijk, ja, Chewbacca gaat naar level 10. En Bot, onze Wooper, gaat ook naar level 10. Ik vind het wel een apart teampie, jongens. Het is niet een teampie waar ik ze heel snel voor zou kiezen, denk ik. Als ik zelf mijn eigen team mocht samenstellen. Dan zou misschien alleen Sobble en Magikarp in dat team komen. Maar hé, misschien komen er nog veel meer watertype Pokémon aan, hè. Hallo, Marnie. Ja, ze deden natuurlijk allemaal voor Marnie, hè, deze battle. Oh, yeah. Openingsceremonie. Ons avontuur gaat nu echt beginnen. Woep woep. Zagrijnig Oleana staat ook weer klaar. En daar zijn de gymleaders. En B is er ook weer bij. Ja, B die heeft het mij de vorige keer best wel lastig gemaakt. Ik ben wel benieuwd wat Milo nu gaat doen. Of Milo het me nu lastig kan maken. Want die heeft natuurlijk super effective Pokémon. Tegen mijn Pokémon. Maar, hé, hey, ik heb er wel al 6, hè. Dus, dat moet op zich wel goed komen. Nessa, dat is water tegen water. Kaboo, die gaan we makkelijk verslaan. Ja, Bier was vorige keer wel echt, echt lastig op een of andere manier. Dan hebben we Opal nog voor de Fairy-type Pokémon. Ja, dat moet ook wel goed gaan komen. Ja, deze Rock-type leader. Dus ja, dat is ook niet heel erg moeilijk. Oké. Ik denk dat vooral Chairman Rose het ons lastig gaat maken met zijn Steel-type Pokémon. Dat wordt nog wel een dingetje, denk ik. En natuurlijk Swordward en Chilbert. Die gaan ook nog wel lastig doen, denk ik. Anyway, we mogen nu naar Turfield. En Hop wil nog één keer met me battelen. Nou, laten we dat dan nog maar eventjes doen, jongen. Laten we nog maar even de battletje doen. Dan ga ik je gewoon voor de... derde keer volgens mij al verslaan. Hè, Hoppie? Kom maar hoor. Ja, is wel een beetje lullig voor Wooloo ook, hè. Dat hij nou al voor de derde keer gaat verliezen binnen twee afleveringen. Dat moet voor Wooloo ook niet leuk zijn. Maar ik kan er ook niks anders van maken. Ik vind je een hele leuke Pokémon, Wooloo. Maar ja, weet je, Hop die blijft maar alleen maar aanvallen. Terwijl hij weet dat hij al gaat verliezen. Oeh, kijk eens. Oeh, dit is echt superveel XP. Reptile gaat naar level 14. Smeagol naar 12. Davy Jones naar 10. En ook Jennifer gaat naar 10. Dit is wel even een flinke upgrade, jongens. Hoppa, Smeagol. Smeagol is ook best wel snel. Zijn special attack en special defense zijn het beste. Dat moeten we even onthouden. Hij wil nu Mudshot leren. Ik wil heel graag dat jij Mudshot leert. En dan kan je Growl even weghalen. Ik zie Smeagol eigenlijk ook wel in mijn team blijven, hoor. Ik denk dat dat wel een blijvertje is. Davy Jones gaat naar level 10. Onze Remoraid. En Jennifer gaat ook naar level 10. Ja, die attack ziet er nog niet best uit. Hier, Smeagol. Wil jij anders even een battletje gaan doen tegen de Scorbunny van Hop? Scorbunny is wel level 14. Scorbunny
verbinding is ook sneller, maar Mudshot is super effective. Scorbunny gaat gewoon voor tackle. Doet op zich best wel pijn hoor. Doet 11 HP damage, dus dat is best wel wat. Ja, dit... Oké. Oh, zijn speed is nu wel naar beneden. Dus als wij nu sneller zouden zijn, zou dat lekker zijn. Kijk, we zijn nu sneller inderdaad. Dat is heel erg nice, want met 3 keer kunnen we hem denk ik wel slopen. Of hij houdt precies 1 HP over, dat kan ook. Oké, hij doet Ember. Ja, daar ga je het niet mee winnen, hop. Had nou gewoon tackle gedaan, jongen. Ik verwacht wel iets meer van jou. Oh, oké, quick attack. Kijk, dat is sowieso al slimmer om dan gewoon quick attack te doen als ik sneller ben. Pak hem! Is dit genoeg? Ah, hij houdt net nog wat over. Dit zou moeten lukken. Oh, hij gaat een potionje doen. Oh, hoppie. Doe nou gewoon niet. Laat me nou gewoon je Scorbunny verslaan met mijn Tympel. Oké, nog 1 klap. Ik hoop op geen quick attack. Hij doet geen quick attack. Dankjewel, hop. Voor not doing a quick attack. Dan kan ik je Scorbunny pakken. Met mijn 2 levels lagere Tympel. Ja, ik heb vertrouwen in Tympel hoor. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen met die Pokémon. Nice. Dus even kijken naar de XP die hij krijgt. 199 XP, bijna nog een level omhoog. Dan nu Rookie D. Ja, ik heb nog niet hele goede aanvallen tegen Rookie D. Dus dit laat ik gewoon doen door Reptile. Door mijn sobbeltje. Pokémon, waterpuls. Oké, daar hebben we er 2 van nodig. Oh, hij is nog confused ook. Dat is helemaal chill. Het vogeltje had vogeltjes om zijn hoofd. En hij raakt inderdaad zichzelf ook. Ja, het spijt me wel. Rookie D, dat ik je dit aan moet doen. Sorry. Dan denk ik dat Tympel weer een level omhoog gaat. Ja, nice. Tympel en Wooper gaan beide een level omhoog. Tympel is al level 13. En dan hebben we inderdaad Hoppie voor de 3e keer in zijn korte leven. Nou ja, zijn korte leven als Pokémon trainer dan. Hè. Ik bedoel, hij is al iets ouder. Ja, jongens, dit lijkt me een mooi momentje om deze video af te sluiten. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Animal Crossing video's. En wil je mijn live zien gamen? Dan ga ik even achter dit logo vandaan. En dan moet je even komen naar twitch.tv/Rickatu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!